Harry Verseur verzint puzzeltocht met broodje bal erbij. Calorietje erbij, calorietje eraf. Dat is wel wat met je gebeurt als je de puzzeltocht van Harry doet. Want de puzzeltocht begint en eindigt bij zijn gehaktballen foodtruck. Hij en zijn vriendin hebben die tocht bedacht en gaat... door de parken van Apeldoorn een wandeling maken met de bijbehorende foto's. En je eindigt weer bij mijn foodtruck. Dus ja, dat mooie stukje Apeldoorn is nog mooier om te zien dan. De deelnemers hoeven zich niet van tevoren aan te melden, maar kunnen, na een korte uitleg, gelijk van start gaan. Ze beginnen met wandelen en ze krijgen van ons 3 formulieren met foto's die ze onderweg tegen kunnen komen. Met een bijbehorende letter. En dan die foto's puzzelen, dat ze alle foto's onderweg zien. En dan, alles goed hebt, dan hebben we een weekwinnaar. Een weekwinnaar die wint het Ballen Harry ballenpakket. In de korte tijd dat wij even bij Harry op bezoek waren, was het een komen en gaan van de wandelaars. Sommigen komen van ver buiten Apeldoorn vandaan. De meeste deelnemers hebben tijdens de puzzeltocht hun ogen uitgekeken. Je merkt aan de reacties dat mensen toch zeggen, ja, potjandorie, je kijkt heel anders naar, ook naar panden en ja, naar parken. Ze wisten eigenlijk helemaal niet dat het eigenlijk zo mooi is, Apeldoorn. Ja, zelfs een mevrouw aan de Vlijtse Kade, die had meegelopen en ze zegt, nou, bij mij in de achtertuin al die leuke paadjes, ik wist niet eens dat er bestond. En die woont er al 30 jaar, dus dat is superleuk. Harry en zijn vriendin wandelen ook heel erg graag en zijn met nog een andere puzzeltocht bezig. Jullie zijn de eerste die het weten, we krijgen de paaspuzzeltocht. Oh. Ja, dus we krijgen een nieuwe erbij, want er was zoveel animo. Het eerste zaterdag was hartstikke veel wandelaars. Ja, die zeiden meteen, oh, vind het zo leuk, heb je niet nog een route? Dus ja, dat was best wel veel werk. Dus, maar nu gaan we met Pasen gaan we er nog één doen. En dan moeten mensen eieren zoeken of de paashaas vinden? Nee, het wordt gewoon weer zo'n rally of in rallyvorm met die foto's. Alleen sturen we ze nu de andere kant op van Apeldoorn. Alleen bij droog en mooi weer staat de foodtruck van Ballen Harry op de woensdagen, zaterdagen en zondagen vlak bij de kruising Vlijtseweg en Deventerstraat in Apeldoorn. Zaterdag heeft de politie een inval gedaan in een woning aan het kasteel in Apeldoorn. De politie kreeg een melding van een verdachte situatie en wietlucht bij de woning. In het pand trof de politie 8 personen aan, waaronder de bewoner. De woning was geheel ingericht voor de productie van hennep, waar de politie 256 planten en 277 stekken vond. De stroom werd illegaal afgetapt. 6 mannen en 2 vrouwen uit Amsterdam, Haarlem en Zaandam zijn aangehouden. De bewoner, een 23-jarige man uit Amsterdam en een man van 41 jaar, ook afkomstig uit Amsterdam, zitten nog vast. Burgemeester Ton Heerts heeft de woning onmiddellijk laten afsluiten. Een kebabzaak aan de Adelaarslaan in Apeldoorn is in de nacht van zondag op maandag het doelwit geweest van vernieling en brandstichting. Een voorbijganger zag een zwarte veeg op de ruit en rook in het pand. Toen de hulpdiensten ter plekke waren, was er al geen sprake meer van brand. Wel ontdekte zij een gewassen grindtegel waarmee een gat in de winkelruit was geslagen. De politie heeft onderzoek gedaan, maar er is nog niemand aangehouden. De politie hoopt overigens op tips van getuigen. De kebabzaak was nog maar net een week open.